Hallo, ik ben het fucking genomen. Bij de Belgium Games en vandaag zijn wij aangekomen in Fantasialand. We zijn dus vandaag in Fantasialand om een heel fijn ding, om heel fijn te gaan genieten hier in Fantasialand. Ik hoop dat jullie dit zeker en vast gaan fijn vinden. Nu, we zijn dus vandaag in Fantasialand. Het enige wat ik hier niet mag doen is filmen in de attracties zelf, vanwege de veiligheid en de copyright. Daar heb ik een berichtje voor gekregen van hun, van hier. Dus dat mag ik jammer genoeg niet doen, maar wel rondom de omgeving. De stad ga ik allemaal gaan doen. Geniet van deze vlog. We zijn hier vandaag dus in Fantasialand, opgericht op 30 april 1967, om eens een kijkje te gaan nemen naar al de verschillende attracties. Vandaag doe ik ook een van mijn lievelings flatride, namelijk de Vrije Valtoren en ook natuurlijk de Taron, maar ook om een kijkje te gaan nemen naar het nieuwe gebied dat in aanbouw is, Fly. Tijdens deze dag in Fantasialand heb ik zelf ook heel veel nieuwe dingen gedaan die ik nog nooit eerder heb gedaan in dit park en dat maakt deze dag extra fijn. Ik zou zeggen, geniet van deze vlog in Fantasialand. We gaan dus nu eens richting de Taron, zoals je dus kunt zien, het kulchaamgebied is hier achter ons. We gaan dus eventjes de Taron bestrijden tegen het onrecht en het kwaad, zoals Vincent het altijd zei. Dus we gaan er zeker van gaan genieten. Het is niet mijn eerste keer dat ik dit doe in het park, het is mijn... Ik ben vorig jaar al 2 dagen hier geweest, toen het al open was. Dus toen ben ik er ook nog geweest, dus dat gaan we eens een keertje gaan doen. Ik ben hopen op de eerste rij te gaan geraken en dan zullen we wel gaan kijken. We hopen op de eerste rij te gaan geraken en dan gaan we dat ook eens een keertje gaan doen. Gewoon voor de, niet voor de eerste keer. Ik ben vorig jaar ook geweest, maar dit keer op de eerste rij. En het was helemaal anders dan alle andere rijen van die achtbaan. Het is gewoon fantastisch. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is zo soepel. De airtime heuvels die erin zitten. Ik heb de hele tijd mijn handen in de lucht gehouden. Het is gewoon fantastisch. Fantasialand doet het zo goed. Dus ik raad jullie zeker eens aan om naar hier te komen. Zoals jullie al hebben aangehaald, zijn we dus heel goed aangekomen hier in Fantasialand. En we gaan vandaag natuurlijk de rond doen die hier achter ons is. Maar ook een heleboel andere dingen. En ik wil namelijk mijn compagnon eventjes bedanken. Hallo. Hij is namelijk in de video van donderdag ook terechtgekomen met een heleboel tips van waar we naartoe zouden gaan. Hem bedank ik heel veel voor natuurlijk naar hier te rijden, maar ook voor de gratis tickets die ik heb gekregen van hem. Ja, bedankt. Dus we gaan nu hier nog eventjes de rest gaan verkennen. Ik ken gelukkig Fantasialand. Het enige nadeel is dat ik niet mag filmen in de attracties. Dus daarom probeer ik met zoveel mogelijk buitenbeelden te laten zien aan jullie hoe Fantasialand eruit ziet. Regenen, maar we gaan nu eventjes naar dat gek gedoe daar, noemt hij het hotel zeker? Ja. Ja, we gaan dus even naar dat hotel gaan en proberen, hopelijk is dan de regen wel gedaan, maar ja, het is te beginnen regenen. Jee. Oké, we zitten dus in het soort van hotel hier. Ik ben hier ook nog niet in geweest. Ik ben in veel dingen van Fantasialand geweest, maar dit ben ik nog niet in geweest. Dit is een soort van... hoe is het ermee? Alles goed? Ja, ja. Het is goed naar plafond. Wat?
dat is wel heel speciaal. Dat is hier ook niet zo'n spiegelzaal? Dat is ook een... Oh mijn god. Dat hebben ze ook een toverland. Maar niet denk ik. Dat is een scheef gehad. Oh, die is kapot. Ja, maar dat is een avond. Ja, dat zat een avond, ja. Oh, kom maar. Botsvallen. We zijn er nog. Oh, dat vind ik zo fijn. Dat is zo leuk. Oh, hey. Hey, hoe is het ermee? Oh, nee. Het regent nog steeds. Ja, het is weer in het regenen, jammer. Dus ik kan hier gewoon wel zitten. Is dat een piano? Oh, leuk. Nee. Kijk, om uitzicht naar buiten. Ook wel grappig, dat is een interactief bord. Dat is zo ziek gedaan. We gaan hier nu een trap. Oh mijn god, wat een trap is dit. Dan noem ik geen trap meer, dat is... Ik geef het helemaal thuis. Dat ging goed eigenlijk. Hoe lang is dat nog? Oké, we zijn dus uit dat hotel gekomen. Ik zie dat er een paar druppels zitten op de lens. Yay. En we gaan dus nu naar Mouse Chocolat, want het regent nog steeds. En het weer is helemaal op omgeslagen, want het gaat helemaal veranderen het weer. Het kan zijn dat het namiddag ook nog gaat regenen. Het is ietsjes minder, maar we gaan er toch een fijne dag van maken. En dan gaan we nu naar Mouse au Chocolat. Oké, er staat 10 minuten wachtrij maar wanneer het aan het regenen is. Dus dat is een beetje gek, vind ik eigenlijk. Regenen dan toch, maar mij niet uit. Dus we gaan nu naar Mouse au Chocolat. Ik probeer te filmen. Ik hoop dat ik hier wel mag filmen. Ook al is het wel deels 3D-achtig, dus daar gaan jullie niet veel kunnen zien. Maar het is wel een heel fijne attractie. 10 minuutjes wachten. En jammer genoeg kunnen we niks zien van het nieuwe gebied dat ze aan het bouwen zijn. Want dat hebben ze allemaal afgesloten hier. En er is een fanaat bij mij die nu bij me is en die wilde absoluut zien, maar dat gaat gewoon niet, want ze houden alles dicht. En ik mag er totaal niet komen. Oh ja, ik dacht dat het goed was. Ja, dat kun je niet, hè. Wat een geur hier. Trouwens, dat hotel was heel fijn om te doen. Dat hotel was heel leuk. Dat is de beste die ik ooit heb gedaan op dit moment. Dus ik hoop nu dat wij dit even gaan doen. En daarna dat het wat droger is. Zodat we in de droogte terug wat door het park kunnen wandelen. We zijn dus net van de Mouse Chocolat. Het blijft een topding. Die 3D-effecten blijven schieten. Ik had gewonnen van ons twee. Maar het blijft gewoon een heel leuk ding. Heel interactief. En het duurt ook vrij lang eer dat het af is. Eer dat het gedaan is. Zo, mannen een pak hier voorbij komen. Oké, okay, een man in een pakje, ja. Dus we gaan nu eventjes naar de Black Mamba noemt het en nog een paar sfeerbeelden opnemen. Ondertussen is ook de regen niet meer uit de natuur gevallen. En we zitten nu in de Main Street waar we daar juist ook waren. Het is een beetje een wirwar van alles. Maar hier de Winter Garden is volgens mij een... Wat is dat? Is dat die 4D? Nee, dat is een show denk ik ofzo. Maar daar gaan we niet naartoe. Geen show is blur. Dus we gaan nu eventjes kijken naar de nieuwe poort, de Rookburgpoort, waar je dus eigenlijk later door kunt gaan om eigenlijk te kunnen gaan genieten van Rookburg. Rookburg? Ik kan niet de goede uitspreken. Het waait! Ik hoop dat jullie mij te goed horen. Dus we zijn hier nu bij de poort, een paar shots nemen. Het is een hele mooie Main Street en ook op het einde heb je dus deze dubbele, hoe noem je dat? Een dubbele plateau, dubbel plateau, dus één plateau en een tweede plateau van carousel. Dus dat is ook wel een heel chiques. Ik heb er nooit echt in geweest, ja. Het is een carousel, ja. Oké, we zijn op weg naar de Black Mamba. Dus ja, je weet het wel, die hangende achtbaan. En we lopen hier via de treden, ik weet niet, dat is veel mensen dat weten of zo, maar je kan dus ook via dit gebied normale daar geraken. En dat ze het dan ook kan, zeker?
Die... Ja, dus daar komen normaal gezien denk ik ook voorbij. Daar ga ik misschien in, maar ik denk het niet. Ik weet het niet. De zwarte slang of Black Mamba gegaan. En ik vind het eigenlijk een... Ik vond hem beter dan dat ik hem vorig jaar heb gedaan. Dus ik weet niet, dat zou komen van het weer of zo. Dat het kouder is, dat de baan kouder is of warmer. Normaal is het warmer beter. Maar dit keer vond ik hem eigenlijk veel beter dan ik hem toen had gedaan. Dus we lopen nu ergens om het eten te gaan zoeken. We hebben al heel veel kunnen doen eigenlijk nu, hè. En er is nog zoveel te doen. Dus we hebben al redelijk wat kunnen doen vandaag. Dus we gaan nu eens wat rondkijken om wat te gaan eten. En dan gaan we daarna verder gaan. En dan neem ik jullie allemaal mee wat we vandaag nog gaan doen en wat ik ook ga eten. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de Colorado Adventure is in dit moment aan het repareren. Bij er zijn een paar mensen bij staan, want het is precies kapot. We zijn dus eventjes aangekomen bij het Chinees gedeelte. En hier hebben we ook de Geisterische... Ik kan het niet uitspreken. Dat ding. Maar dat gaat eigenlijk vanaf een bepaald aantal jaren gaat die weg, zeker? Deze winter, denk ik. Deze winter blijkbaar gaat die weg en er komt iets anders in de plaats. Maar wat weer de... Dus, ik heb geen research gedaan daarvoor. Dus ik weet op het moment niet wanneer en wat er gaat komen in de plaats. Maar dat is dus die indoor-attractie Flat Ride waar ik zelf nog nooit ben in geweest. En ik weet dus ook niet hoe die gaat en wat er allemaal in staat. Dus... De Belgium Games. Bye. Bye. Oké, een paar Duitsers zijn gekomen. Ja. Ik moet eigenlijk ook zo'n t-shirt maken. De Belgium Games op YouTube of zo. Maar ja, dus we zijn hier in het Chinees gedeelte. Ik heb hier... Die heb ik ook nog eens gedaan. De Fengshu Palace. Ook nooit gedaan. Ik heb er precies echt nog niet veel gedaan. Oké, voordat we gaan eten gaan we eventjes in mijn lievelingsflat rijden en dat is de Mystery Castle. Ik vraag me af welke van de twee cyclussen dat we gaan krijgen. Ik hoop de langste cyclus, want die vind ik gewoon de fijnste cyclus die we hebben. Dus we gaan eens een keertje een kijkje nemen in Mystery Castle. Ik doe hem top en ik vind hem gewoon fantastisch en ik doe hem zo graag. Dus we gaan eens een keertje genieten van Mystery Castle. Oké, gaan we verschrikken of niet? Dat is de vraag. Grijgvaar. Veronschadigd. Oh, wat vies. Ik weet nog één keer dat ik met mijn broer binnenkwam en toen moest ik zijn hand vasthouden, want hij is kleurenblind. En hij ziet het dan niet. Oh, dat heb ik nog nooit gehad eigenlijk. Oh, mooi doentje. We komen juist af van de Mystery Castle en ik heb juist gehoord dat er blijkbaar 7 cyclussen zijn. Ik dacht dat er maar 2 grote cyclussen waren, maar blijkbaar 7, want we hebben nu een cyclus gehad die ik nog nooit had gehad. Ik toch? Naar boven geschoten, terug naar onder, terug naar boven. Ja, ik weet het wel, het is een vrije val. Ja, maar deze is zo goed. En meer wind, jij. Dus ja, ik vind het gewoon van... dit is mooi. Wauw. Hallo, ik ben het fucking genomen. Rappen. Hier, kijk nu.
Hallo, we zijn hier eventjes aan het eten bij het Chinees gedeelte. En we hebben hier, ik heb althans... Chicken nuggets genomen met wat fritjes en ook nog wat Sprite erbij en nog wat saus. Voor bijna 10 euro. En mijn vriend hier langs heeft wat eigenlijk Chinees eten genomen. Dus voor rond de 6 euro. Dus het valt eigenlijk heel goed mee qua prijzen, vind ik toch. Vorig jaar hebben we hier worsten zitten eten. Dat was ook wel heel goed. Dus ja, worsten in het Chinees gedeelte, ja, moet kunnen. Maar we gaan nu lekker gaan smullen. Het is nu pas middag. En we hebben nog tot 6 uur, dus we hebben ook nog vrij veel te doen. Ook nog een woordje over de Vrije Valtoren. Ik vind het gewoon fantastisch. Ik hou van die Vrije Valtoren en we gaan hem zeker, ja sowieso, zeker nog een paar keer doen. Dus ik neem jullie mee op deze reis. Oké, we gaan eens binnen bij de, dat Chinees gedoe. Ik ben hier nog nooit binnen geweest, dus... Dit is iets heel nieuws voor mij. Trouwens, het eten was zo. Waar gaat dat hier naartoe? Ik ben een nieuws kleur op het... Ja, jullie zien totaal niks. Oh, wat is dat hier? Dat is hier donker. Dus ja, dit is wel de eerste keer dat ik erin ga. Dus het is een soort spookhuis, eigenlijk. Het gaat leuk worden en we zullen wel zien. Het eten was trouwens heel goed voor die prijs. Dat vind ik wel. Oké. Hier gaan we.
Hallo? Oké. Wat was dat? Ik denk dat toch niet meer naartoe, ja. De teaming en al. Je hebt een goede qua teaming en animatronics, maar... dat was het ook. Oude lom. Ja, oude lom zou ik niet zeggen. Het was oud, maar... Ja, ik weet niet. Is het wel iets voor kinderen? Oei. Ja, nu staat de poort half open, maar we zullen maar doorgaan. Dat was heel raar. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Misschien goed of niet goed. Ik vond het niet echt iets. Het is niet zo voor mij. Oké. Ik weet niet wat ik ermee over moet vertellen. Ik vind het maar gek. Het is, ja. Nadat we uit die hele gekke flat ride zijn gegaan, gaan we nu naar de Chiapas. Dat is een van de... Dat is een van de dingen die ik zo fijn vind. Het is 10 minuten wachttijd. En we gaan eens een keertje kijken in de Chiapas. Chiapas is dus de waterachtbaan van hier en je wordt met beugels vastgezet. En dat is eigenlijk het chique eraan. Je gaat naar de steilste drop die ze hebben, denk ik, in een waterachtbaan. Dus dat is wel heel chique om te zien. Dat gaan we eens een keertje doen. Welkom in de wachtrij van de Chiapas. En het fijnste wat ik altijd vind om hier te doen is zitten. Wee! Dat zal ik op te doen. Jullie hand erop doen en dan... We gaan eens een keertje een ritje maken. We komen dus juist af van de Chiapas. En het is eigenlijk redelijk droog / nat geweest. Hij werd redelijk goed afgeremd. Dat heb ik wel opgemerkt. Telkens bij de remmen remde hij eigenlijk vrij hard, vond ik. Maar het is gewoon een fantastische baan. Het is zo leuk om te doen. En ja, ik heb gewoon echt genoten. Ik hou van de Chiapas. Vooral omdat je zit met de beugels vast en die... Dat is zeker de steilste drop, of wat was dat? Ja, die is ja, het is de steilste drop volgens mij die een waterachtbaan heeft. En het is gewoon fantastisch. Dus we gaan nu nog een keertje een beetje rondlopen. En eens kijken wat we nog allemaal kunnen doen. Zie je ook een deel van de opbouw van het nieuwe gebied. Jammer genoeg kunnen we daar nog niet veel van zien, maar dat is dus het nieuwe gebied dat ze aan het bouwen zijn. Dat is dus Fly, zo gaat het noemen, en dat is eigenlijk dus een vliegende attractie eigenlijk, waarbij je een hangdrosfus en vliegt. En dan kun je dus Fly vliegen over het land. Hier zijn ze dus bezig aan het nieuwe gebied te bouwen waar de Flying Coaster gaat komen. Jammer genoeg kunnen we niet veel meer, niet veel extra zien buiten wat, buiten dat, ja. We zijn eindelijk naar het andere gedeelte van het park gegaan. Eigenlijk hebben we nog maar ongeveer de helft van het park gedaan. We komen nu bij een iets ouder gedeelte volgens mij. Hè? Dus langs waar ze de nieuwe achtbaan van Fly aan het maken zijn. We zijn nu die cirkel omhoog aan het gaan. Wat ik zelf eigenlijk nog nooit heb gedaan. Ik ben zelf nog nooit die cirkel omhoog gegaan hier. Om eens te gaan kijken wat dat eigenlijk is. Ik vraag het mij eigenlijk wel eens af om te gaan kijken wat dat juist is.
Dus we zijn hier eigenlijk heel fel aan het genieten. Het is eigenlijk fantastisch om nog eens hier te zijn. We hebben zoveel al gedaan in die korte tijd. Ik zie het ook aan de vlog die we aan het opnemen zijn, dat we al vrij lang en vrij, ja. We hebben eigenlijk al veel kunnen doen vandaag. Een paar gekke dingen ook, met zoals in het China-Chinees gedeelte. Gek. Ja, hij was heel gek. Maar ja, we gaan eens verder gaan en we gaan eens kijken wat het nog allemaal te bieden heeft. Oké, ik ontdek steeds nieuwe dingen. Hier is zelfs een ballenbad op de bovenverdieping van die binnenhal. Dat, ja, ik wist ik totaal niet. En oh mijn god, hier komt je kop bij de attractie. Wow. Voor de kinderen is hier blijkbaar dus ook heel veel te doen, zoals botauto's. Er is er ook een drop tower, een heel kleintje voor de kinderen en ook nog zo'n, hoe noemt het weer, ja, iets. Koffiekopjes, dat waren het en hier kom je vlak bij de baan. Hoe chic is dit? Je komt hier echt gewoon zo kort bij de baan. Kijk ons, we zitten in een rustige rondtocht. We komen ook langs het nieuwe gebied dat een aanbouw is, maar daar kunnen we jammer genoeg niks van laten zien. Want anders wordt mijn video weggehaald door Fantasieland. Maar we komen hier van alles rond. Ik ben nog nooit in deze geweest. Het is echt... Het lijkt alsof ik bijna precies geen één ooit ben geweest hier, maar ja. Maar we gaan ook trouwens niet naar diegene bij binnen, in de hal, waar we daar juist even zijn geweest. Daar ga ik niet in gaan vandaag. Normaal ga ik die altijd doen, maar dit keer ga ik er niet eens in gaan. Dus ja, dan weten jullie dat. Nu ja, ik ga proberen sfeerbeelden te nemen, want ze hebben mij dat juist eigenlijk al verboden op te nemen in deze attractie. Dus ik ga proberen nog wat beelden te nemen, maar ik ga niet over de hekken gaan kunnen filmen ofzo. Dus ik zie jullie zo dadelijk na deze ride op deze fantastische dag nu al in Fantasialand. Oké, na het rustige ritje gaan we nu eventjes naar de langste indoor-attractie. De Temple of the Night Owl. Het is 5 minuten wachttijd, dus we gaan er rechtstreeks in kunnen gaan. En dan gaan we eens een keertje genieten van 3 lifters hier. Ja, 3 of 4 lifters en dan voor de rest ja, genieten van de ride zelf. Deze achtbaan vind ik zelf eigenlijk ook een hele leuke. Het is volledig in het donker, dus dat is ook al iets leuk. Plus je weet totaal niet wat er gaat komen. Dat maakt het ook nog eens extra leuk. Dus het is gewoon een beetje genieten. En hier proberen mensen wel eventjes tussendoor te komen. Dan moet je naar die mensen achter ons. Ik kruip er gewoon door. Juist afgegaan van de Temple of the Night Owl hier achter ons in dat groot groen gebouw. Ik vond hem iets minder als het jaar ervoor. Ik weet niet, als misschien... Zal het de karren... Ja, ik weet niet of de karren nieuw zijn of zo, maar... Het is toch nog een redelijk goede attractie. Je hebt die 3 lifters dan, op eentje op begin en 2 in het midden van de baan. Je ziet totaal niks. Je weet totaal niet waar je naartoe ging. Ik wist ongeveer hoe de baan ging. Dus ik zou eigenlijk wel eens willen zien hoe het is als het in het licht is. Maar wij gaan nu naar nog eentje wat ik nog nooit heb gedaan. En dat is de... Ik ben de naam weer kwijt. De Hollywood Tour, ja. Het is een soort van binnenattractie met een bootje.
automatisch gedaan. Oké, we komen dus net uit de... Hollywood Tour. Ik onthoud echt geen één naam, hè. Jij kent ze allemaal bijna. Ze komen net uit de Hollywood Tour. Het is een beetje terug beginnen te miseren. Wel jammer, maar... ook weer mijn eerste keer dat ik die heb gedaan. En ik vond... Dat was echt zo een drop op. Jullie hebben het gezien in de video. Dat was echt zo eerst een drop. Dan dat de waterval stopte en dan begon de tour echt. Ik vond, ja, die drop had ik eigenlijk aan één kant niet verwacht. Dus er was wel een leuk element erin. En dan daarna, de hele rit zelf was eigenlijk ook wel een heel fijne rit. Nu, we zijn eventjes rondom het hele park aan het gaan. Dus het uiteinde van het park. Je hebt hier nog een soort van doolhof. Dus dat is nog een doolhof en daar heb je nog een water... baan eigenlijk, zodat je ook met water kunt schieten. Ik denk alleen dat het water met water schieten uit gaat staan vanwege dat het zo wat natter weer is. Nou, de wachttijden dus, kijk, er staat er nu echt 0 minuten bij ene. Oh, de taron is 20 minuten. De taron is van 50 minuten naar 20 minuten gegaan. Wat ik fijn vind aan het park is dat er echt heel veel dingen zijn. Je hebt overal wel wat dingetjes die hier staan, zoals dat huisje hier. Maar ook de muziek op de achtergrond, die blijft ook altijd bollen. En dat vind ik wel heel fijn aan een pretpark. Vind ik toch, een pretpark moet overal wel een beetje muziek hebben. En dat zorgt ervoor dat je een empathie krijgt. Noemen ze dat zo? Hey, het wulkje. Wulkje, ja. Als jullie dus goed kijken, zien jullie dus dat het gebouw daar, dat gebouw is dus waar die indoor-attractie staat en ook de Hollywood-attractie. Ik denk zelfs dat je tot hier kunt horen, precies. En dat is dus een hele oude hal, maar mijn kameraad zei er juist dat het dak pas vernieuwd is of zoiets. Ja, blijkbaar. Nou ja, ja. Net hetzelfde als vorig jaar heb ik hier ook weer hetzelfde gevoel. Het is precies een stuk van het park wat totaal niet gebruikt wordt. Daarjuist zijn we ook bij een stukje geweest met banken en ook precies een eetkraampje. Maar ik heb dat nog nooit open gezien, ook terwijl ik hier toen 2 dagen achtereen ben geweest. Op vrij drukke dagen was het ook niet open. Dus ik denk dat dit zo'n stuk is die ze wel nog onderhouden, maar niet echt open houden. Klopt dat? Het zal wel zoiets zijn. Maar het is op zich, ze kunnen hier eigenlijk nog makkelijk een flat ride zetten. En er is precies zelfs een parcoursje dat je hier kunt lopen of zo. Ik weet het niet eigenlijk goed, maar ze kunnen op zich wel redelijk wat nog doen. Ondertussen spot ik een wilde compagnon. Mijn vriend, die mijn ogen niet met chauffeur is, zit daar eventjes op een bank te rusten. Ziet hem daar dus genieten. Hier is de pers. De pers komt langs. Hallo. Goedendag. Wat was dat? Oh.
chocolade dingen. Ik weet niet of jullie al hebben gehoord van de zes draken bij Fantasieland. Dat hebben ze hier. Het zijn zes draken, hè. Dat je alle zes verschillende hier kunt krijgen in de hoofdshop. Er ligt wel van alles, zoals kopjes en... Wat zijn het? Eierschalen. Eierhouders, wauw. Kijk, een wilde iemand. Allemaal leuke dingetjes. Colorado Express en we willen eigenlijk eventjes naar de ronde bootjes gaan, die sluiten vlak voor onze neus. Waarom? Geen idee, er is iets mis mee. Dus we gaan nu eventjes terug opnieuw wat rerides doen, zoals de toren gaan we eventjes opnieuw in. En dan gaan we de rest ook nog een paar rerides doen en nog een paar shots opnemen. Dus ik zie jullie zo dadelijk of straks na deze rit. We zijn nu onderweg naar een paar rerides en we gaan nu eventjes de single rider nemen van de Daron, want het is 70 minuten aan het schiften. Dus ja! We zijn ondertussen onderweg naar de Rijk, want die hebben we nog niet gedaan. Hier is juist het moment op de film. Daar is amper wachttijd, 5 minuten. Dat hebben we nog niet gedaan. Ondertussen hebben we al bijna, ja, we hebben al heel veel rerides gedaan ondertussen. Want het is nog altijd 1,5 uur en het is overal 5 minuten wachttijd op de Taron. Daar is 20 minuten. Dus het is echt, het is een gezellige drukte, maar toch is er, kun je overal bijna doorgaan. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dus we gaan nu onderweg naar de Rijk. Ik snap dat mijn broer er niet in kan. Het was voor mij zelfs al krap met de beugels. Dus ik vind dat de beugels toch iets of wat aan... Ja, aangepast. Ze kunnen er niet veel aan doen. Nee, misschien een andere kar of zo. En we gaan eens kijken als de bootjes open zijn. Nee, de tank is nog dicht. Ze waren juist aan het testen.
Dus het zal misschien gewoon nog open gaan, maar we zullen wel zien. Oké, de River Quest is dan toch nog open gegaan. Het is nog een goeie klein uur voordat de park gaat sluiten. Het is 20 minuten wachttijd, dus we gaan nu eventjes proberen hopelijk niet nat te worden. Ik heb een regenjasje bij, dus dat ga ik gaan aandoen zo dadelijk. Ja, oké, de wachtrij, ik klim erover. En ik neem jullie mee, het is echt luid van muziek, dus ik neem jullie niet echt mee, maar dat mag niet. Maar ik ga wel een regenjas even aandoen. Oké, we zijn dus richting naar het einde van de dag te gaan. Onze plannen zijn wat veranderd. De waterattractie is juist in pannen gegaan wanneer we er nog in stonden in de rij. Dus we zijn naar buiten gegaan. Ik ben nog wat eten gaan halen. Dat heb ik nu op. En dan zijn we nu op weg naar de parking. Om dan onze dag af te sluiten hier van Fantasialand. Het was een fantastische dag. We hebben heel veel gedaan. En ja, wat denk jij ervan? De zon is nog. Wil je ook eventjes wat screentime? Nee? Oké, dan niet. Dus we gaan nu richting naar de auto en dan rustig terug naar huis rijden. Anderhalf uurtje en dan zijn we thuis. En dan zal ik zeggen, geniet van de... geniet van de vlog, wou ik zeggen. Goed bezig. Dus wat ik wil zeggen is dat we op het einde van deze video zijn gekomen. Gelieve dan een duimpje mochten doen. Raak in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet ook helemaal dat bellicoontje aan te raken. Maar dan zijn we dus op het einde van deze video. Mijn naam is Jens. En mijn compagnon die nog langs zit. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doei!